Ja, Sunny Day samen met Josh Cambi op de vocaaltjes. Aangevraagd door. Dan moet ik even die muis weer pakken. Die muis die valt af en toe een beetje weg. Maar volgens mij kunnen we nog wel er even bij pakken. Nou, hij is verdwenen. Maakt niet uit. Hoe ga je eigenlijk qua wegvallen en toestanden? Jij gaat... je bent nog niet echt slapjes, toch? Qua niet weten. Ja, ik had, vanmiddag had ik wel af en toe. Dat ik gewoon... Dan merk je het niet als je in de uitzending zit, maar dat je gewoon... Kijk, ik weet niet hoe jij dat hebt als je radio maakt, maar ik hoef bijna nooit na te denken over wat mijn volgende zin is. Nee. Snap je? Dat het gewoon loopt, zeg maar. En dat had ik vanmiddag wel. Nou, als ik een klein tipje mag geven, want ik zit jou natuurlijk te volgen en jij klokt ze achterover wel. Die sappies. Ja, het is gewoon voor je... Soms is het ook wel lekker om er gewoon een uurtje over te doen, steeds een zipje, hoor. Is dat echt zo, ja? Nou ja, dan heb je gewoon toch het gevoel dat je een uur bezig bent. Nou, misschien staat er wel verstaan. Ja, het is ook gewoon een soort, omdat ik dat... Ik dacht gewoon, die eerste gewoon was het gewoon goor. Ja. Ik dacht van, ja, weet je, fuck it, laat ik hem gewoon maar naar binnen knallen. Ja. Precies die, dan heb ik in ieder geval gewoon voeding binnen. Maar weet jij nog dat je... Wat was jouw... Heb je een moment dat je echt heel slecht ging? Heb je dat tegen meegemaakt? Nee, kijk, je bent al lang eroverheen, tenminste. Dat is mijn ervaring. Qua dat in het begin gewoon het meest lastig is. Nu is je lichaam wel een soort overlevingsmodus. Ja. Dus nee, de moeilijkste tijd vond ik gewoon altijd dag 2 of zo. Omdat je gewoon dan dacht, hé, hallo, gaan we nog wat eten of zo. Ja, dat. Maar... Ik vond het zondag... Ik was ook gewoon echt gespannen. Ja. Gewoon, ik liep hier dat aquarium in, weet je wel. Je had nog even Mackie gehaald. Die avond ervoor, ja. En ik denk van, ja, maar wat gebeurt er nou allemaal? En dan zat ik hier in die kate, weet je wel. En je moet ook beseffen, ik heb wel lang met 3FM gewerkt. Maar ik was letterlijk 2 dagen weer terug. Ja. En je kent het bedrijf ook niet meer. Nee. Dus allerlei mensen en toeters en bellen om je. Ik denk, wat gebeurt er? Ik werd in één keer... Het was echt gespannen zondag, man. Ja, snap ik. Maar het was ook wel weer... Ja, tof. Het was ook wel weer snel overvallen. En vervolgens, heerlijk. We hebben een beller. We hebben zeker te weten een beller. Dankjewel dat jij het tempo even aangeeft. Dat zullen ze achter heel erg leuk vinden. Mijn favoriete achtergrondmuziekje trouwens. Morel's Grooves. Part 3 is dit, hè? George Morel. Ja, George Morel, zeg ik. Oei, 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 oei. Heel goed, scherp van jou.